Ja, goedemorgen. We bijten vandaag de spits af met de tweede dag van de NT-dagen met een bekende naam in de Nederlandse luchtvracht, Paul Paramoor. Hij heeft onder meer directiefuncties bekleed bij Rood Air, TMI, UPS, Rhenus, KLM, noem maar op. Sinds vorig jaar is hij adviseur bij een heel nieuw project, dat wel eens wordt genoemd een nieuwe revolutie in de luchtvracht. Het heet Air Cargo Shop. Wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan, Paul? Air Cargo Shop is een website waar je eigenlijk hetzelfde kan doen als bij een expediteur. Het is eigenlijk ook een expeditieafdeling waar je aanvragen kan doen voor tarieven, maar dus ook voor een boeking. En daar breng je via een elektronische manier de gegevens voor een zending in. En dat wordt beantwoord met een prijs. Een vervoersprijs en een vervoersmogelijkheid. En wat zijn nu eigenlijk de grote voordelen voor de verlader? Het idee is ontstaan omdat er heel veel elektronisch aan de buitenkant al wordt geregeld. Iedereen kan zelf zijn douanedocumenten maken, althans veel bedrijven. De security is elektronisch. Al de gegevens die je daarvoor moet hebben, die zijn elektronisch. En waar het voor bedoeld is, is dat gegevens niet gedupliceerd worden. Dus je maakt een verzendinstructie, je moet een mail sturen, je moet bellen. Je doet dat allemaal via die website. En aan de hand van jouw verzendgegevens, instructie, ontstaat er een boeking. Zo simpel is het. En het voorkomt een aantal stappen. Het voorkomt in ieder geval lange telefoongesprekken en veel gezoek. Dan zit ik even op de stoel van de verlader die een boeking heeft. Die denkt direct aan wat scheelt me dat in kosten. Ja, dat hebben we ook wel bewezen. We doen het met veel minder mensen dan normaal in een keten aanwezig moeten of zijn. Personeelskosten is het grootste kostenpost van een expediteur. En daar hebben we een behoorlijke reductie in. Wat we nu na 8 maanden ontdekken is dat, en dat is wel even leren. Het gebruik van een website van business naar consumer is heel wat anders dan van business to business. En wat we geleerd hebben onder andere is dat iedereen in Nederland tussen 11 en zeg maar 44 jaar, die gaat s'avonds aan zijn computer, doet wat hij ook doet op die computer. Boekt zijn vakantie, boekt zijn vliegticket, zijn NS-kaartje. En dat vinden we allemaal heel gewoon. En het moment dat je ziet dat iemand het gaat doen voor zijn bedrijf, dan zegt dat bedrijf eerst, ja, het heeft al wel impact op mijn manier van werken. Dus dat is wennen. Het tweede is dat ze ook daadwerkelijk de moeite nemen, niet als individu, maar als bedrijf, om te kijken of ze goedkoper uit zijn. Daar gaat het gewoon uiteindelijk om. Iedereen is alleen maar geïnteresseerd in het laagste tarief. Alle operationele afhandeling en het halen, afhalen bij een verlader en het brengen naar, in dit geval naar een vliegveld, dat blijft natuurlijk zo. Het enige is, het wordt automatisch geregeld. Er is toch dus een gewenningsproces. Je zegt het zelf al, ook nog, er moet wat geleerd worden op de werkvloer, zeg maar, in de processen. Maar wat is concreet nu de besparing? Nou, de besparing is dat wij denken dat in ieder geval je moet het kunnen vergelijken. En dat is ook waar we naartoe. We zitten toch in een evolutie. Dat iemand zegt, nou ik betaal nu voor die zending zoveel. Even kijken op die website en dat kost daar zoveel. En dan zit die besparing. Wij denken dat het in ieder geval vaak goedkoper is. Maar dan zit die besparing vooral in het stukje waar nu een marge zit voor het vergoeden of betalen van salarissen en lonen. Dat is een stukje minder. Maar kun je wat concreter zijn? 10, 20%? Waar moet ik aan denken? Dat ligt een beetje aan de bestemming. Er is zoveel overcapaciteit, zeker het laatste jaar, dat alle prijzen zijn gezakt. Er zijn bestemmingen waar je 50% goedkoper bent, maar sommige maar 5. Even kijkend naar zeg maar het succes. Je bent nu ongeveer een half jaar bezig. Ruim een half jaar. Loopt het storm? Nee, het loopt geen storm. Wij verwachten dat veel grootverladers hierop af zouden komen. Maar dat blijkt nou juist de partijen die kennelijk moeite hebben om zich op een andere manier daarop in te spelen.
En wat je ziet is het, wat we niet gedacht hadden, dat kleine en middelgrote verladers zouden komen. En die komen er juist wel. En dan zie je ook weer dat degenen die dat dan zijn, zijn altijd jongeren. Mensen hier onder de 40 jaar. Het heeft wel iets met leeftijd te maken hoor. En de tijd waarin we leven. Heb je je targets ook een beetje bijgesteld? Zeg je nu wat bijvoorbeeld eerst eind van 2012 redelijk break-even zou moeten zijn. Dat dat nu verschoven is bijvoorbeeld naar 2013? Dat niet. Kijk, het groeit in ieder geval. Dus iedere dag een zending erbij is weer zoveel procent. Dus dat is mooi. Dus het heeft tijd. Je moet het ook tijd gunnen. Wat we wel zien, we zijn de enige. We hebben heel erg veel geleerd al. En wat we geleerd hebben, dat vertalen we nu dit jaar nog naar een nieuwe versie. Ligt in ieder geval voor in die ontwikkeling. Want wij denken dat het gewoon, je kan er niet omheen, deze manier van werken die komt eraan. Ook in de economische tijd waar we in leven. Het moet gewoon anders, het moet met minder mensen. Niet omdat die mensen nou zo vervelend zijn, maar omdat de manier van werken van buitenaf, je wordt opgedrongen dat je anders moet gaan werken. En moet voorkomen dat je dingen dupliceert. We zien ook dat de vraag zich een beetje aan het verbreden is. Het gaat niet alleen meer om dat stukje luchtvracht. De vraag is aan het ontstaan van, kan je gewoon het hele traject van A naar B voor me regelen? En hoe je dat doet, dat lijkt wel minder interessant te gaan worden als je het maar verplaatst in zoveel dagen. Het succes blijft nog een beetje uit dan. Ik heb ook gehoord dat er ook nog behoorlijk wat tegenwerking is. Dat veel expediteurs jullie zien als een concurrent. Het is natuurlijk ook, vertaal het maar naar een elektronische expediteur. Dat was het verhaal van, is het nou een expediteur? Ja, het is een technologisch ding waar je hetzelfde kan doen als bij een expediteur. Alleen, hij is wat sneller en hij geeft niet alle mogelijkheden, maar hij geeft wel mogelijkheden die op dat moment belangrijk zijn. En de tegenwerking, ja, dat was in het begin. En ik denk dat het ook, voor veel mensen niet helemaal in het begin begrepen is, wat doet dat ding nou? Maar het heeft een IATA-nummer, het is gewoon een bedrijf. Alleen de verwerking van de opdrachten wordt op een andere manier gedaan. Bedankt voor dit gesprek.